dames en heren. Dit is In Gelderland van woensdag 11 januari. Met vandaag. Het lot van zonnecellenfabriek Heliantos in Arnhem. Moederbedrijf Nuon trok er de stekker uit. Maar wetenschappers willen voorkomen dat de techniek voor Nederland verloren gaat. Het is in alle opzichten een product waarvan je ook kunt verwachten dat het de concurrentie met andere panelen op de wereldmarkt goed kan doorstaan. Het Smallenberg-virus onder schapen, geiten en runderen met gruwelijke gevolgen. Gelderland heeft de meeste besmettingen en onderzoekers tasten nog in het duister. Dat is een heel ernstig iets. Je ziet er wat er koud van. En van jongensboek tot tv-serie. De avonturen van Koen Kampioen. Achterhoeker Fred Dix is het brein achter de verhalen. Dat iemand een film wil maken van mijn boeken, dat was nooit in me opgekomen. Dit wordt de week van de waarheid voor zonnecellenfabriek Heliantos hier in Arnhem. De vraag is, krijgt dit bedrijf, waar een revolutionair zonnefolie wordt ontwikkeld, een tweede kans? Moederbedrijf Nuon trok er onlangs de stekker uit, omdat ze geen bedrijven kan vinden die willen investeren in een echte fabriek. Maar mag deze unieke techniek voor Nederland verloren gaan? Een aantal vooraanstaande wetenschappers en politici vindt van niet en wil een doorstart. Het is gewoon zo dat de Zweedse staat hier de stekker uit heeft getrokken. En dat wij in Nederland eigenlijk een heel slecht industriebeleid hebben, waardoor er onvoldoende durfkapitaal aanwezig is om dit een kans te geven. Juni 2009. Met veel bombarie wordt de proeffabriek van Heliantos geopend. Het begin van een stralende toekomst, zegt moederbedrijf Nuon. Want de folie van Heliantos gaat zonne-energie betaalbaar maken voor iedereen. Inmiddels is het 2012 en dit is een van de weinige daken waar de folie van Heliantos ligt. Nuon is inmiddels overgenomen door Vattenfall en die heeft de stekker uit het project getrokken, omdat er na anderhalf jaar zoeken nog steeds geen partner is gevonden die 100 tot 150 miljoen in de grootschalige productie van de folie wil steken. Nuon moet verkopen. Nuon, denk ik, wilde dat oorspronkelijk helemaal niet. Maar is overgenomen, zoals wij weten, door Vattenfall. Hè? De Zweedse staat is dat. En de Zweedse staat heeft gezegd, nou, binnen onze bedrijfsstrategie past niet dat we zonnepanelen maken. Nuon heeft toen een traject ingeslagen met ING. En naar eigen zeggen hebben zij heel veel partijen wereldwijd aangeschreven. En hebben ze uiteindelijk geen belangstelling ontmoet. Inmiddels is de proeffabriek gesloten en wil Nuon de machines en patenten verkopen. Dood en doodzonde, aldus Hissemuller. Want daarmee verliest ons land een techniek waarin Nuon 85 miljoen en onze overheid 23 miljoen euro heeft gestoken. Hissemuller heeft inmiddels honderden medestanders die de kennis van Heliantos voor ons land willen behouden. Het is een hele dunne folie die je kunt oprollen en weer afrollen. Het is lichter dan de zeg maar conventionele panelen. Het heeft een wat lager rendement, eigenlijk ongeveer de helft van wat een conventioneel paneel heeft. Dat wel, maar daar staat tegenover dat de kosten structureel veel lager zijn. En wat heel belangrijk is ook, het is een duurzaam paneel. Er worden geen hele schaarse materialen gebruikt. Er worden geen giftige stoffen gebruikt, wat vaak wel zo is met zonnepanelen. Dus het is in alle opzichten een product waarvan je ook kunt verwachten dat het de concurrentie met andere panelen op de wereldmarkt goed kan doorstaan. Probleem is alleen dat die wereldmarkt op dit moment overspoeld wordt door goedkope zonnepanelen uit China. En dat schrikt potentiële investeerders af. In China is een overcapaciteit op dit moment van zonnepanelenfabrieken. Dus Nederlanders die kunnen voor een habbekrats kunnen wij tegenwoordig Chinese panelen kopen. Dus mensen denken, goh, wat zijn die zonnepanelen goedkoop. Maar die moeten zich wel realiseren dat dit een tijdelijke situatie is waarbij je eigenlijk al door China bent gesubsidieerd voor een deel. Dat zal zich natuurlijk binnen een paar jaar weer gaan herstellen, verwachten wij. Want zelfs de Chinezen kunnen niet onder de prijs leveren. En dan is het dus doodzonde om je door de waan van de dag, hè, van wij kunnen niet op tegen de Chinezen en nou ja, het gaat allemaal zo slecht met de economie, om je dan door die waan van de dag, als het ware zo'n mooi product, waar het dan nu om gaat, bijvoorbeeld naar Qatar te laten overschepen, waar daar zullen ze het ook niet in productie kunnen nemen. Volgens de actiegroep is er 45 miljoen euro nodig om een fabriek te bouwen. Omdat grote investeerders zich nog niet en masse hebben aangediend, doet de actiegroep een beroep op particulieren en overheden.
Een van de ondertekenaars van het manifest is VVD-fractievoorzitter Willem van Stokkum uit Zutphen. De gemeente heeft bijna 50 miljoen ontvangen uit de verkoop van de NUON-aandelen. Ik denk dat daar best een deel gebruikt kan worden voor het realiseren van een fabriek hier in Zutphen. We krijgen veel reacties, dus ik denk dat het idee dat we een uiterste poging moeten doen om gewoon eens serieus te kijken voordat we dit weggooien. Hè? Laten we even aannemen dat we het weg moeten gooien. Maar dan willen we in ieder geval kunnen zeggen, nou, we hebben er heel goed naar gekeken. En dat is nog niet gebeurd. Wij moeten wereldreddend handelen. Wij moeten ervoor zorgen, de portemonnee reddend handelen. Hm? Voor zorgen dat de mensen de eurootjes in de pocket houden. Eurootjes. Het gaat om de planeet. Waar gaan we naartoe, Nico? We zijn op weg naar de Waalkade in Tiel. Die staat volledig onder water vanwege het hoogwater op de rivier. Nou, wij vinden dat echt leuk, hè, hoogwater. Dus, dat maakt het een beetje spannend, hè? Hoogwater hier, 93,95 meegemaakt. Maar het is nu hier wel hoog. Maar niet kritiek. Nee, maar dat was het in Groningen wel. Ja, in Groningen was het echt kritiek. Daar was het echt paniek op bepaalde plaatsen. En wij zijn daar gevraagd om te komen helpen. En we zijn eigenlijk bijna alle minuten in de auto gestapt. Met 8 man daar naartoe gereden. Maar wat trof u daaraan? Nou, we stapten daar het waterschapsgebouw binnen. En de mensen die we daar, die waren helemaal toteloos. Ze waren helemaal moe, afgepeigerd. En die waren zo blij om ons te zien. Van dat wij ze kwamen helpen, dat vonden ze zo fantastisch. Wij vonden het natuurlijk ook leuk om ze te komen helpen. Maar het was echt, we waren echt gewenst en welkom. En onze taak was om het Eemskanaal, dat is een kanaal dat loopt van Groningen naar Delfzijl, dat is ongeveer 25 kilometer lang, om daar de dijken daarvan, de dijken, kades zoals ze het daar noemen, te inspecteren. We zagen daar een dijk die al heel veel plekken bewerkt was met zandzakken, met zeilen. Daar is al best wel veel aan gedaan. Waar heel veel water tegenaan stond. Er kwam echt water doorheen en het liep net nog niet over je laarzen heen. Maar het was, een dijk hoort aan de binnenkant redelijk droog te zijn. Maar daar was die niet droog en dat was ook echt het probleem daar. Nee, wij hebben nog nooit eerder het verzoek gekregen van andere waterschappen om te komen helpen. Het is misschien ook iets voor om in ons draaiboek op te nemen, om daar ook in de toekomst rekening mee te houden. Ja. Niet te lang wachten om mensen te vragen om je te komen helpen. Ik kan me nog herinneren dat toen het eerste boek uitkwam in 2003... van de postbode en met het boek Koen Kampioen, een doosje met 10 exemplaren. En toen dacht ik, nou weet je, ook al leest niemand het boek, ook al geen hond kijkt er naar om, maar ik kan later wel tegen mijn kleinkinderen zeggen van, jullie opa heeft ooit een keer een kinderboek geschreven. En dat was het begin van een succes. 2012 wordt zijn jaar. Kinderboekenschrijver Fred Dix uit Hengelo. Van zijn succesvolle reeks Koen Kampioen zijn inmiddels al 300.000 boeken verkocht. Er komt een luisterboek en in de aanloop naar het EK een tv-serie. Pax in Hengelo. Ja, mooi veldje in een mooi dorp. Zeker. Dit is volgens mij waar Koen Kampioen is geboren, hè? Ja, absoluut. Ja, Koen Kampioen is hier geboren. Mijn zoon Alle die heeft jarenlang bij Pax in de jeugd gespeeld. Ik ben er zelf ook jeugdtrainer geweest van A-junioren, 6 jaar lang. En de avonturen die hij beleefde, die heb ik gebruikt in Koen Kampioen. Ja. Ja. Wat doet zo'n voetbalterrein, zo'n voetbalveld jou? Nou, het mooie aan die sport is dat je met een team te maken hebt. En in een team gebeuren allerlei dingen. Kinderen die maken allerlei avonturen mee. En het voetbal is dan het raakvlak wat hun samen bindt. Ze delen lief en leed, ze worden kampioen of ze degraderen.
En alle emoties die daarbij vrijkomen, dat is natuurlijk geweldig om mee te maken. Kinderen en lezen, dat is natuurlijk sowieso al steeds moeilijker. Ja. De computer wordt steeds belangrijker. Je kunt namelijk voetballen op je PlayStation of op je Wii. Ja. En toch blijven kinderen dit lezen. 300.000 exemplaren verkocht. Ja, het is onvoorstelbaar. Kijk, ik heb totaal geen literaire pretenties. Ik hoef geen gouden griffel te winnen. Maar wat ik belangrijk vind, is dat kinderen die het boek lezen, denken van wauw, dit is leuk. Dit is avontuurlijk. Hier zit humor in. Vraag je dat ook aan kinderen? Want behalve dat je schrijft, absoluut, sta je ook nog voor de klas. Ja, absoluut. Vraag je ook aan kinderen van, goh, wat vinden jullie van mijn boek en wat zeggen ze dan? Ja, nou, dat krijg ik wel terug. Dat ze het grappig vinden. Dat ze zich helemaal verdiepen in een boek. En ik krijg zelfs via mijn website mailtjes van moeders die zeggen van, goh, mijn kind is dyslectisch, heeft een hekel aan lezen. Maar sinds ze Koen Kampioen lezen, vindt hij lezen leuk. Dat was ook een van de opdrachten van de uitgever. Toen ik uitgeverij Kluitman benaderde, dacht ik van, weet je, ik benader meteen de grootste uitgeverij van Nederland, bekend van de Chameleon, Dik, Trom, Krameltje, noem maar op. En toen zeiden ze van, als jij erin slaagt om een voetbalboek te schrijven, waarmee je de buitenkinderen bereikt, dus kinderen die graag buiten spelen en lezen niks aanvinden, nou, dan gaan we jouw boek uitgeven. Ik werd vorig jaar gebeld door Annemarie Mooren van AMP, dat is Annemarie Mooren Productions. En zij belde me op en zei van, goh, ik heb Goede Tijden, Slechte Tijden geregisseerd. Ik heb een serie gemaakt van Puppy Patrol. En ik dacht wel van, echt niet, weer wel. Ik twijfelde heel erg en ik dacht van, nou, ik bel je straks wel terug. Maar waar twijfelde je aan? Nou ja, dat iemand een film wil maken van mijn boeken, dat was nooit in me opgekomen. Dat denk ik van, Jij dacht, ik hang op en ik bel je wel terug. Om te controleren of zij het echt was. Oh. Het was het ook echt. Het helemaal niet. Nee, absoluut niet. Nee, het ging helemaal uit mijn dak. En ik weet nog wel, het was net op het moment dat mijn vrouw thuis kwam. Dus ik zei, oh yes. Dus die had al zoiets van, wat is hier aan de hand, weet je wel? Ik zei, ja, ze willen een tv-serie gaan maken. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Nou, ik moet wel zeggen, van, we hebben 6 fantastische Achterhoekse kinderen gecast. En dat zijn in mijn ogen ook de echte hoofdrolspelers van de serie. En die Koen Kampioen die het nou geworden is uit Twello. Geweldig die jongen. Die is ook echt de Koen Kampioen zoals jij hem... Ja, helemaal. Je bent geschorst. Koen is onze beste speler. Ik kan hem niet missen. Als ik nu een nieuwe Koen Kampioen maak, dan heb ik ook de Koen Kampioen van de tv-serie in mijn achterhoofd. En Dion als keeper Gijs heb ik ook in mijn achterhoofd. Dus, ja. De figuren beginnen steeds meer te leven voor mij. En dus nu ben ik bezig met een nieuwe Koen Kampioen. Koen Kampioen wil in oranje. Komt hopelijk dit jaar ook nog uit. Maar dan heb ik de maniertjes en het karakter en van de hoofdrolspelers. Ga ik helemaal in de nieuwe Koen Kampioen boeken stoppen. Koen Kampioen The Game. Komt die ook nog? Ja. Echt? Daar zijn ze wel mee bezig. Ja. Toch wel? Ja. Ook al zeg jij van dat lezen dat is belangrijk. Ja. Nou ja, goed, de uitgever die onderzoekt nu allerlei mogelijkheden om Koen Kampioen zeg maar verder te promoten. En de televisieserie wordt hopelijk ook aan het buitenland verkocht. Dus mijn uitgever heeft al een Italiaanse, Duitse en Engelse vertaling van Koen Kampioen. Zodat als het buitenland de film gaat kopen, dat dan wellicht ook buitenlandse boeken van Koen Kampioen komen. Ja, en daar zo, komt de complete dus, merchandise rondomheen. Ja, dat komt inderdaad. Dat is... krankzinnig. Heb jij nog tijd om zelf te voetballen? Doe je dat eigenlijk wel eens? Nou, zullen we een balletje trappen dan? Nou, ik wou het je niet vragen, maar als jij het zegt, nou ja, wil je als op doel trappen? Ja, als jij op doel gaat staan, dan trap ik hem wel in de kruising dan. Dat is goed, dat is een deal. Okay. Ik ga er niet meer liggen. Okay. Dan gaan we een bal zoeken. En dan gewoon wel in de kruising, hè? Ja. Goed. Kom op, meneer Dix. De gekke koeienziekte, MKZ, Q-koorts. We hebben in Gelderland nogal wat te verduren gehad op het gebied van veeziekten. En de ellende is nog niet voorbij. De knut, dat is een heel klein mugje, veroorzaakt op dit moment het Smallenberg-virus bij schapen en bij geiten. Met de meeste besmettingen in Gelderland. Met als gevolg doodgeboren lammetjes of misvormde lammetjes. Dat straks.
Maar eerst deel 1 van onze nieuwe serie Handen uit de mouwen, waarin we gemeenteraadsleden vragen om een dag het werk van een vrijwilliger te doen. Wat ze gaan doen, dat weten ze van tevoren niet. Het is een echte verrassing. Debbie de Klerk van de VVD in Tiel nam de uitdaging aan en stapte geblinddoekt in onze auto. Ja, ik vind het ook heel, heel erg leuk hoor. Ik heb geen flauw idee. Nou, iets met ouderen zou ik wel heel erg leuk vinden. Dat lijkt me een hele zinvolle besteding. U heeft volledig de vrije hand. Doet u zelf ook aan vrijwilligerswerk? Ja, wat meer projectmatig. We hebben onlangs samen met de Rotary een fietshok gebouwd voor Teding Zweert hier. In Tiel. Daarnaast één keer per jaar loop ik met de collectebus. En ja, werk op school. Vroeger was ik leesmoeder, nu alleen nog maar contact met mijn moeder. We zijn er. Nou, laat me kijken. Dynamiek, dat ken ik wel. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik wist niet dat ze hier zaten. Zij helpen mensen, dan moet ik het even goed zeggen. Eigenlijk weer terug de maatschappij in, richting werk. Dat is volgens mij wat dynamiek is. Goedemorgen. Goedemorgen. Debbie de Klerk. Jessie. Ik mag een dagje mee gaan lopen. Ja, welkom. Nou, dankjewel. Spannend. Wat gaan we doen? U mag de koffie gaan zetten. Kijk eens aan. Water koken voor de thee. Ja. En... Nou, even kijken. Het is een groot verbruik. Ik ben vrijwilliger bij Dynamiek. Ik ben hier gastvrouw. Ik begeleid de Babbelton. En in principe doe ik alles, een klein beetje van alles hier. Hoe lang werkt u al bij Dynamiek? Sinds 2009. 2009? Ja. Ben en hoe ik hier, bent u hier terechtgekomen? Via mijn consulent. Ja? Consulent van wat? De Beursplein. Oh, van Beursplein. Ja. Ja? Om vrijwilligerswerk te gaan doen. En ook, ja. Zo is genoeg? Yes. 3/4, hè? Zo. Ja. Om en nabij. Ja. Ja? Goed. En toen kwam ik binnen. Ja? Was die dag ook de Babbelton. Toen mocht ik ook meedoen met de Babbelton. Wat is dat, de Babbelton? De Babbelton is een groepje vrouwen. Eronder zetten. Moet er geen doorlopertje? Nee. Oké. Okay. Knopje drukken. Ja. Yes. Tot dusver. Water koken, wat het zei. De Babbelton? Ja, het is een groepje vrouwen die thuis zitten, eenzaam zijn. Ze zijn eenzaam. Oké. Okay. Die zoeken elkaar op. Ja. Ik hoorde van mijn collega's toen ik hier binnenkwam. Oké. Okay. Was ik echt foe. Ja. En nu zo anders, ja. 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 U heeft echt moeite mee als u daar nog aan terugdenkt. Hoe u zo veranderd bent. Ik ben gegroeid. Ja, geweldig. Ja. Dankzij Dynamiek. Ja. Nou, dat is wel fantastisch. Dankzij Dynamiek, dankzij de... Ja. Oeh. Volgens mij is de koffie doorgelopen. Ja. Zullen we die gaan uitschenken? Graag. Koud. Even kijken, waar kan ik wat vinden? Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat mag ik voor u inschenken? Koffie, alsjeblieft. Oh, koffie. Dus niet. Nee. Wat is precies de Babbelton? En waarom is dat zo in ieder geval belangrijk voor jou geweest? Of nog? Belangrijk voor iedereen. Ja. De Babbelton is wat je hier ziet, groepje vrouwen dat eenzaam thuis zitten, om bij elkaar te komen. Wij maken grapjes, wij lachen, wij houden. En dansen. Ja. Wij dansen. Ja. Iedereen heeft wat en je hoeft soms met weinig woorden. Zie je als iemand verdrietig is of
ja, je troost elkaar met weinig woorden soms. En ik ben heel dankbaar dat ik hier terecht gekomen ben. Voor mij is het heel belangrijk omdat ik kom oud. Ik blijf niet thuis. Ik ben wel iets anders, iets blijer. Ja. Laten wij zo zeggen. En vandaar, ik vind het ook heel belangrijk om eventjes uit te gaan. Ik kom uit Curaçao en vandaag gaat jij salsa. Salsa? Les of dans. Oké. Okay. Met de dames. Ik zou dat mee doen hoor. Ja, want ik heb wel een voorbeeld nodig. Ja. Ja? We moeten wel de tafels wel aan de... Maar hoe werkt het? Is niet salsa? Zo, oh, zo. En het is meer met de heup of zo. Hey, Pablo Banana. Ze deed het goed. Ja? Ja. Niet als ik, maar ze deed het wel goed. Ik heb genoten. Ik vond het ook heel erg leuk om de achterkant, hoe werkt het hier echt? Begeleiden deed ze ook goed. En met de dansen deed ze. Wat ik vanuit vandaag meeneem in het verdere werk is, in ieder geval voor dynamiek, dat ik zie dat ze hier fantastisch werk doen. Dat er geen zadels zijn met, laten we zeggen, een rugleuning eraan, hè? Nou, er ligt al wel het een en ander, hè? Ja, heel langzaam, ja. Dat is heel ernstig is. U had je zo serie, je wat er koud van. Ik zeg eerlijk, ik zeg zo, heel naar gezicht, zeg. Nee. Ik zeg, je zit iedere keer wat door, dus een schouw en een kalf van. Maar ik zeg, dit is gewoon vreselijk, ik zeg. En dat is ziek. Het is een nieuw virus onder schapen, geiten en runderen. Het Smallenberg-virus wordt eerst geconstateerd in Duitsland. Wetenschappers tasten nog in het duister, maar de gevolgen kunnen gruwelijk zijn. Misvormde lammeren, soms met een waterhoofd of scheve nek, sommigen worden zelfs doodgeboren. In totaal gaat het landelijk om zo'n 200 meldingen met 56 besmette bedrijven. De eerste besmette kalveren worden elk moment verwacht. Gelderland is de provincie met de meeste besmettingen. Bij 12 bedrijven zijn inmiddels dode of misvormde lammetjes geboren. Waaronder hier in Miste, bij Winterswijk. En er zijn nog 14 verdachte gevallen in onderzoek. De kans op besmetting voor de mens is uiterst gering. Maar het worden wel spannende tijden voor de boeren. Want de geboortegolf moet nog op gang komen. Ja, we hebben hier nu 11 dode lammen. En 2 misvorm. En nu 24 helemaal goede lammen. Ja, en je hebt achter boven in de hoepen. Dat zwikt je helemaal door. Is nu net zo mooi. Maar heeft u niet overwogen om een spuitje te laten geven? Nou, nee. Dat vind ik wel jammer. Ik zeg, dat kan dat niet nog. Ik zeg, ik heb veel mooie zorgen. Dan kun je zien hoe dat wordt. Denkt u dat hij pijn heeft? Nee, pijn heeft hij niet. Kan hij zich wel redden dan? Ja. Ik drink altijd zelf in de moeder. Dus. Maar ik zeg, die anderen, ja, die waren allemaal helemaal vervormd en helemaal krom. Helemaal zo de poot, helemaal stijf. Ik zeg, die zijn direct door. Ja, misschien het beste. Misschien kunnen ze net zo direct aan mol dan dood zijn. Hè? Flipje. Cool. Okay. We zijn hier bij het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen Universiteit en Research. In een van de laboratoria waar wij onder andere werken aan het Smallenberg-virus. Het onderzoek is op dit moment vooral gericht, dat zijn eigenlijk de hoogste prioriteiten op dit moment, het
de informatie van het virus volledig ophelderen. Dus dat gaat om genetische informatie. Verder willen we zo snel mogelijk een antilichaamtest tegen het virus ontwikkelen. En daarmee willen we gaan kijken van nou, hoe lang komt het virus al voor of circuleert het al in deze omgeving. Welke dieren zijn allemaal geïnfecteerd. Daar willen we ook epidemiologisch onderzoek mee doen. En vervolgens willen we daarna natuurlijk naar het ontwikkelen van een vaccin, zodat we ook preventief iets kunnen gaan doen. Het is inderdaad voor ons een drukke tijd, want we krijgen veel monsters binnen en die moeten allemaal binnen korte tijd getest worden, ja. En heb je vandaag meer monsters binnengekregen dan gisteren? Nou, ongeveer gelijk, denk ik. Het meeste is al verwerkt? Ja. Het vermoeden is dat dit virus overgebracht wordt door knutten. En dat zijn kleine steekvliegjes die hier ook in Nederland voorkomen. En dat vermoeden is gebaseerd op het feit dat aanverwante virussen in andere werelddelen overgebracht worden door dat soort insecten. Als we dat zeker willen weten, dan zullen we het virus moeten aantonen in die insecten. En dat is iets wat we zeker willen proberen, maar dat is nog niet gelukt. Wij willen verzamelingen van dit soort vliegjes, die we in de afgelopen jaren gedaan hebben, willen we gaan testen op Smallenberg-virus. Ja. Het vermoeden is inderdaad dat die knut daarbij de grootste rol speelt. Maar het zou mogelijk zijn, dat het zou kunnen dat het ook tussen dieren overdraagbaar is. Ja. Ik zou het zeggen van de knutten, maar of dat is, ik twijfel er aan. Maar ze waren wel veel, dat heel veel. Van de sommen, oh, mijn dochter had mij naar de wei. Oh, die zet ze in al in de haren over het kram. Mensen, je van je stapel gek. Ik zit er achteraan. Ja. Wat markeert daar aan? Ja, die heeft iets aan die voorpoten, heeft hij. Ja, maar ik heb precies zien, die poten zetten ze iets krommer naar. Je brengt zo, als je drie maanden brengt ze zo 100 euro af. Ik zeg, ja, dan loop je mis. En de dierenarts, kosten aan de dierenarts, ja, de dikke 1000 euro weg. Op basis van de risicoschattingen van het RIVM wordt het risico voor infectie bij de mens als zeer gering gezien. Nou, op basis van die risicoschattingen zou ook de infectie vanuit melk of vlees zou als zeer gering ingeschat moeten worden. Moet je eigenlijk niet elk risico uitsluiten en het proberen ook uit de voedselketen te halen? Nou, natuurlijk proberen de veehouders en ook de vleesverwerkende industrie proberen dit soort infecties zoveel mogelijk te weren uit de voedselketen. En het zal dus ook niet zo zijn dat er veel van dit soort geïnfecteerde dieren in de voedselketen komen. Dat kun je natuurlijk niet helemaal uitsluiten. Maar dat zal zeker geprobeerd worden om dat zo min mogelijk in de voedselketen te laten komen. Zijn al die weefsels gewoon in de min 70 gegaan, die lammeren? Ja. Alles wat nu... Ja, ik verwacht dat het binnen de schapen nog meer bedrijven geïnfecteerd zullen zijn, of zullen blijken te zijn. Dan moeten we rekening mee houden dat ook bij runderen infecties voor zullen gaan komen bij nieuwgeboren kalveren. En ja, ik hoop dat dat meevalt. En dat is de verwachting voor komend jaar. Wat er daarna gebeurt is nog moeilijker te voorspellen. Dat hangt er heel sterk vanaf of de schapen dit jaar al immuniteit ontwikkelen. Dan zou het volgend jaar mee kunnen vallen. Maar anders zou het risico ook bestaan dat er volgend jaar ook weer nieuwe infecties optreden. Hoe is dat nog? Moeten er nog veel schapen lammeren? Ja, er zijn er hier nog één. Er is nog één. Een stuk of zijn er vijf, zes in de wei nog. En dan die eersteling nog. Dus een goede 20 nog. Wat verwacht je ervan? Ja, ik hoop dat het weer helemaal goed geeft. De hoop is er nu weer, dus dan zal het toch wel een keer wel lukken. Is het elke keer weer spannend nou, of niet? Ja. Wat doet u nu? Even de slijm eruit doen. Ja. Kom. Oh. Waar gewoon. Oh. Hier. Ja, het is goed, helemaal gezond. Het is iets kleiner dan de andere, maar het is goed gezond. Ik zeg, je moet toch eerst die angst nog van die ziekte. Zo, nu als ze achter elkaar weer goed worden, dan ben je toch eens een keer vergeten, dan denk je er niet meer aan. Ja, zie je.
Het blijft altijd even afwachten. De schrik heb je toch wel mee. Dit was In Gelderland. Tot slot nog even dit. Wanneer je slot is dichtgevroren, gebruik een slotontdooiingsmiddel. Bewaar dit nooit in de auto. Gebruik een warme kruik. Gebruik een föhn. En heb je eerder genoemde hulpmiddelen niet voorhanden, verwarm dan het slot met je lijf. Ja, er zijn natuurlijk problemen waar u ons bij nodig heeft. En dan kunt u altijd bellen. Doe die motorkap maar open.